In gemaal Puttershoek staan 3 pompen. Ze voeren onder andere het water uit de Binnenmaas af. 1 pomp is kapot en wordt opgehaald voor reparatie. Daar komt echter heel wat bij kijken. We hebben de elektromotor losgemaakt. Tenminste, die hebben wij niet gedaan, maar dat is door jullie personeel gedaan. De tandwielkast is eraf gehaald. Normaal gesproken kunnen we de fundatieplaat compleet met pompen al eruit halen. Maar dat gaat hier niet, omdat het gat in het dak, het luik is niet groot genoeg om hem in één keer eruit te halen. Dus we moesten hier ter plekke de fundatieplaat loshalen. We hebben de koppeling eraf gehaald. Dus de pomp, koppeling tussen de tandwielkast en de pomp, zeg maar, die zit op de pomp. Die zit daar normaal in, die hebben we eruit gehaald. Samen met het lager, de kogellager waar die op staat. En toen hebben we die hele plaat van de vloer afgelegd. Nou, ik ben nu bezig met het losmaken van de testplate van de pomp. De rest is allemaal los zover, dus dat is het laatste werk nog. En dan de stelling weg, de kraan erbij, dak open. Dan komt hij er in principe uit. Het is nog niet bekend hoe lang de reparatie duurt. Tot die tijd nemen noodpompen het werk over.